Mijn tips voor 2017 begin ik met de zin of met het citaat tips are for waitresses, oftewel tips zijn eigenlijk alleen maar voor als tip bij de horeca. Om de simpele reden dat als je een tip geeft moet je heel goed bedenken wie die tip geeft. En een tipgever kan daar eigenlijk alleen maar mee verliezen, want als het slecht gaat heeft hij het gedaan, als het goed gaat dan hoor je er nooit meer wat van. De risicorendementsverhouding voor een tipgever zijn uitermate slecht. En als iemand niet de risicorendementsverhouding goed in het oog heeft, moet je afvragen wat hij nog waard is als tipgever. Dat gezegd hebbende wil ik het toch graag doen omdat het veel te leuk is. En dat het ook goed is om na te denken over welke aandelen nu de meeste potentie voor het komend jaar hebben. En natuurlijk als derde wil je aan deze nieuwjaarstraditie geen tekort doen. Mijn eerste tip is Wereldhave. Wereldhave is een aandeel wat ik al langer noem en wat op heden nog niet gebracht heeft wat het zou moeten brengen. Om een van de redenen is omdat ze toch in een paar moeilijke markten zitten. 40% van hun portefeuille is in Nederland en de Nederlandse verhuurdersmarkt is heel erg moeilijk. Toch houden ze zich daar kranig. Je ziet ook dat de winstverwachtingen redelijk op peil blijven. Een tweede reden waarom het aandeel zo slecht heeft gedaan is omdat alle onroerend goed aandelen het slecht hebben gedaan. Sinds de rente gestegen is, is de onroerend goedindex flink gedaald. En in mijn optiek veel te veel achtergebleven. En dit soort Pavlov-reacties denk ik dat het overdreven is. Nou, als de hele onroerend goedindex omhoog gaat, zal Wereldhaven ook meegaan. En als u toch dat aandeel heeft, krijgt u in de tussentijd toch een 7,5% dividendrendement. Dat is niet te versmaden. En de laatste reden om het aandeel te kopen is ook dat de CEO er zodanig in gelooft dat hij privé-aandelen heeft gekocht. Dus dat is zeker een goed teken. Een tweede aandeel is Unilever. En dit jaar is een vrij dramatisch geweest voor zogenaamde lage beta aandelen en aandelen met emerging market exposure. Nou, Unilever voldoet aan beide en daarom is het aandeel ook zo onderuit gegaan. Toch blijven de winsten op peil. En zie je dat de premie die ze normaal gesproken hebben, die ergens tussen de 20 en de 55% zit, qua koers-winstverhouding ten opzichte van de totale brede Europese index, die is nu ongeveer 25%. Dus het zit net even iets boven de bodem. En ik denk dat dat nu zo goedkoop wordt dat het aantrekkelijk wordt. Daarbij moet ik wel aantekenen dat de winsten in India waarschijnlijk zullen tegenvallen. Dat is ongeveer 8% van het totale bedrijfsresultaat. En ook in Afrika, waar ze goed vertegenwoordigd zijn, in landen als Nigeria, zie je dat er wel wat druk komt te staan. Dus ik denk dat die winsten nog wel wat naar beneden gaan. Dat is wel even een kanttekening die we erbij moeten nemen. Maar zelfs als we dat meenemen, denk ik nog steeds dat ze te goedkoop zijn. En Unilever is een mooie aandeel. Als het komend jaar niet gaat, voor de lange termijn is dit altijd een goed aandeel. Een derde aandeel is wat specifieker, dat is Philips Lighting. Philips Lighting is een bedrijf wat eigenlijk waar niemand van houdt, om de simpele reden dat er zoveel prijsdruk is. Het aardige is dat General Electric zich heeft een aantal grote markten zoals Zuid-Amerika en Azië heeft teruggetrokken. En dat betekent dat er wat ruimte is voor prijsverhoging in plaats van de continue prijsverlaging. Bovendien zien we ook dat in de LED-verlichting de grootste prijsdruk nu weg is. Alle Chinese concurrentie die zit eigenlijk wel op de bodem. En dat betekent dat ook daar er wat verlichting is. Nou, ze zijn continu bezig met besparingen. En dat geeft aan dat er ook wel wat winstruimte is. En qua waardering is er heel veel potentie. Philips Lighting staat nu op 10,7 keer de verwachte winst voor het komend jaar. En als je dat vergelijkt met de concurrentie, die staat soms zoals Cree en dat soort bedrijven, die staan veel en veel hoger. Orstrom staat 14 keer de winst, Cree staat 26 keer de winst. Nou, dat geeft wel heel veel potentie aan. Cruciaal is dat ze 1 die winstgroei laten zien en 2 hun marktpositie in Amerika moeten herwinnen. En daar zijn ze nu hard aan het werk in. Dus met name dat laatste als Amerika, als ze daar wat marktaandeel weer terug kunnen herwinnen, want daar hebben ze veel laten liggen de afgelopen tijd. Dan denk ik dat veel beleggers weer beseffen dat ze op het goede pad zijn en gaan ze een aanzienlijk hogere waardering en hogere winsten krijgen. Eventjes nog een disclaimer, in alle aandelen die ik heb genoemd heb ik privé aandelen of zal ze waarschijnlijk binnenkort krijgen.